Fortuna Sittard heeft twee grote sponsoren binnengehaald. Op woensdag 1 juli zetten de directeuren van Alfa Brouwerij uit Schinnen en Hanze Dranken uit Linnen hun handtekening onder een 3-jarig contract. Beide bedrijven willen Fortuna graag ondersteunen in haar sportieve ambities. Fortuna een Limburgse club, Alfa een Limburgse, puur Limburgse brouwerij, dat hoort bij elkaar. Net zoals sport verbroedert ook bier. Alfa is gewoon een geweldig lekker Limburgs bier en Fortuna is gewoon een super goede Limburgse club die weer furoren moet maken en gewoon door moet groeien naar de volgende divisie. En jij wilt toch Gerby ondersteunen? En ik wil proberen hun door een beetje bij te helpen en samen moeten we het doen. En Limburg moet weer op de kaart gezet worden. Voetbal, muziek en bier, dat heet het om in Limburg. Waarom werd Hanze Dranken sponsor van Fortuna? Nou, we hebben dus als drie broers ervoor gekozen dat naar Fortuna her, omdat we ook het amateurvoetbal aan ze gaan sponsoren en we willen ook dat hier blijft staan, in deze regio. Wat we ook hebben gehad is zeker 3, 4, 5 gesprekken hebben we gehad met de mensen van Fortuna en die hebben echt het voetbalhert op een goede plaats zitten. En dat is eigenlijk de doorslag geweest dat we gekozen hebben samen met Alfa Beer, met Harry Meens, voor de in te stappen voor 3 jaar. Fortuna Sittard is uiteraard blij met deze twee nieuwe businesspartners. Volgens directeur Martin Masset zijn Alfa en Hanze duurzame partners die niet alleen belangrijk zijn voor Fortuna, maar voor de gehele Limburgse samenleving. Ik ben enorm blij, dankbaar en vooral trots dat, dat twee van zo'n sterke regionale ondernemers, Hanze Dranken uit Linnen en Alfa Brouwerij uit Schinnen, bewust voor Fortuna Sittard gekozen hebben, net zoals wij bewust voor deze twee ondernemers gekozen hebben. Het hele stadion gaat Alfa bier drinken, begrijp ik. Jazeker, onze supporters en sponsoren zullen straks optimaal kunnen genieten van een kwalitatief hoogwaardig product, namelijk Alfa bier. En de leveringen die vinden daardoor plaats vanuit Linnen, vanuit Hanze. En jullie worden er financieel ook een stuk beter van? Uiteraard. Je hebt met allerlei aspecten te denken. Financiën is daar één van. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat je met twee lokale partijen een samenwerking aangaat. Een duurzame, langere samenwerking. Waarbij we verder kijken dan alleen maar de centen. Het gaat juist ook in dit geval om hoe ga je om met lokale circulaire economie. En daarin weet ik zeker dat ik met Hanze en met Alfa uit al die gesprekken die we al een jaar voeren, de juiste partners heb gevonden. Maar voor Fortuna zijn centen ook heel belangrijk. Ja, uiteraard. Maar het hoort bij elkaar. Net als yin en yang, hè. Je hebt elkaar allebei nodig. Dus wat dat betreft zijn de financiële middelen ook van harte welkom. En wat doe je in een bierbrouwerij met deze zomerse temperaturen om de samenwerking te bekrachtigen? Juist ja.